Welkom bij Spellenzolder, leuk dat jullie weer kijken. En dit keer wil ik jullie een blik werpen op de uitbreiding voor Game of Thrones, het bordspel 2nd Edition, Mother of Dragons. Uitgever Fantasy Flight biedt deze uitbreiding de mogelijkheid om het spel nu met 3 tot en met 8 spelers te spelen. En de doos zegt enthousiast dat je er 2 tot 4 uur mee bezig bent, maar dat is lariekoek. Ga ervan uit dat je er 6 tot 8 uur mee bezig bent. Wat deze uitbreiding allemaal te bieden heeft, zijn 2 nieuwe huizen om mee te spelen, Aerie en Targaryen. We krijgen, als je huis Targaryen speelt, natuurlijk ook draken in het spel. De Iron Bank gaat een rol spelen. Er komen onder andere vazallen in het spel als je met minder spelers speelt. En wat wel leuk is om te weten, misschien is dat een aantal van de modules die in deze box zitten, zijn bedacht door spelers die al heel veel Game of Thrones spelen. Want dat spel bestaat ook al een 5, 6 jaar ondertussen weer. Suggesties die zijn eigenlijk hierin gebundeld. Dus er zitten een aantal dingen in bedacht door de fans en voor de fans uitgevoerd door Fantasy Flight zelf. Maar laten we gewoon eens gaan kijken wat er allemaal precies in deze box zit. Wij krijgen, en dit is de Nederlandse variant, dus de spelregels in het Nederlands, waarin alle verschillende onderdelen varianten in uitgelegd zijn. Dus evenals de nieuwe huizenhuis Targaryen speelt echt wel eventjes weer anders als de standaardhuizen. En extra regels en verbeteringen. Wij krijgen een nieuw bordje. En ik zeg wel bordje, maar het is een redelijke lap. Deze wordt rechts naast de Westeros gelegd. En dat is de startlocatie van House Targaryen. Daar zit de kracht van de draken wordt hierop bijgehouden. En hierbovenaan heb je de Iron Bank zitten. Verder krijgen we natuurlijk een verlenging van het invloedspoor voor de Iron Throne, de Sword, de Ravens. We krijgen gezichtsschermen voor Targaryen en Arryn. De locaties voor Arryn. De Bite wordt toegevoegd. Dit zijn de Iron Bank kaarten. Hier hebben we de nieuwe Wildling en Westeros kaarten die we kunnen toevoegen aan het spel. Verder krijgen wij natuurlijk, dit zijn de vazallenkaarten. Wij krijgen vervolgens ook natuurlijk de kaarten voor de 2 nieuwe huizen, Targaryen en Arryn. En we krijgen de speelstukken voor die 2 huizen. Dat is wat we krijgen. Laten we eens naar een paar elementen gaan kijken die deze uitbreiding ons biedt. Als eerste wil ik even kijken naar de nieuwe huizen die we gaan krijgen. House Arryn speelt eigenlijk hetzelfde als de andere huizen. Je legt deze tegel op een bepaald gedeelte over de Westeros kaart heen. Zodat je een startlocatie hebt voor House Arryn. Maar verder speelt hij als de standaard volkeren, de standaard houses. De Targaryens die spelen wel even op een andere manier. Allereerst hebben zij draken, 3 stuks. En in tegenstelling tot andere speelstukken, als een draak uitgeschakeld wordt, dan wordt die permanent verwijderd en kun je hem niet meer terugkrijgen. Daarnaast is de kracht van de draken, net als in het verhaal, is in het begin niet zo sterk, maar naarmate het spel vordert, worden ze steeds sterker. Je hebt hier de kracht van de draken. Aan het begin van het spel hebben ze een kracht van 0, 0 fiches. Op het ronde spoor, op vakje 2, 4, 6, 8 en 10, leg je zo'n drakenfiche. En elke keer als een paar van de fiches zijn helaas bij het hoofdspel gebleven, en dat ligt niet hier op de spellenzolder. Elke keer als de rondemarker op zo'n ronde komt en er komt zo'n drakenfiche, dan leg je dat hier neer. En dan bepaalt dat de kracht. Dus de eerste keer allemaal kracht van 1, de tweede keer allemaal kracht van 2, de derde keer allemaal een kracht van 3. En tegen het einde zijn ze natuurlijk gewoon 5 kracht per stuk. En als je ze dan alle 3 ergens neer kan zetten, dan heb je wel een redelijk machtig leger. Verder heeft Targaryen dezelfde structuur qua figuurtjes. Boten, infanterie en cavalry. De draken zelf worden gewoon gezien als standaard landafeenheden. En die moet je ook dezelfde manier behandelen. En voor de voorraadregels moet je ze ook op die manier bekijken. Maar dat is natuurlijk wel wat. Ze zijn natuurlijk wel wat sterker in bepaalde aspecten. Als je een marsbevel uitvoert, kan je op de gewone manier verplaatsen. Of je kan vliegen. Om te vliegen
verplaats je de draak naar een willekeurig nieuw landgebied. Dus je kunt echt hele afstanden afleggen met zo'n draak. En als je dus naar een gebied gaat waar vijandelijke eenheid zitten, dan start daar zoals gewoonlijk meteen een gevecht. Draken kunnen vliegen. En ook al zouden er meerdere gewone troepen bij zo'n draak in een gebied zijn, dan kan die niet meenemen. Het zijn alleen de draken die die vliegoptie hebben. Wat ook wel weer interessant is, zij zijn altijd laatste op de drie sporen, dus op de Iron Throne, op het soort en bij de Ravens. Zij hebben hier op het spoor wat je erachteraan legt, hun eigen vakje altijd achteraan. Zij hebben wel altijd drie sterren tot hun beschikking, dus dat is dan wel weer een voordeel. Maar in de beurtvolgorde staan ze altijd achteraan en voor tiebreakers dus ook. Tot slot hebben we natuurlijk nog de machtsfiches. Die verzamel je als House Targaryen op dezelfde manier. Alleen je gebruikt ze voor andere dingen. Omdat natuurlijk het bieden hier op dit spoor voor jou niet interessant is. Aangezien je altijd laatste bent. Jij gebruikt je machtsfiches voornamelijk voor de niveau 4 Westeros kaarten. Waardoor je extra loyaliteitsmarkers op het bord mag spelen. Maar ook bij het bieden kun je je machtsfiches wel gaan inzetten. Maar daardoor ga je andere partijen steunen. Kortom, je biedt gewoon mee als er geboden wordt op de drie sporen met jouw machtsfiches. Zodra iedereen heeft laten zien wat hun bod is, laat jij zien wat jouw bod is. En de fiches die je dan geboden hebt, die ga je dan verdelen over de andere spelers. En zo kun jij de balans van macht een beetje heen en weer schuiven. Je mag ze dus ook bij meerdere spelers neerleggen of bij één speler. Dus zo kun je een beetje kijken wat gunstig is, mensen boosten of andere mensen net laten passeren. Daarnaast heeft House Targaryen een alternatieve manier om te winnen. Wat zij gaan doen is zij gaan loyaliteitsfiches die her en der verplaatst worden of geplaatst worden op de map, die gaan zij terughalen. Dat representeren de volgelingen van House Targaryen, die eigenlijk willen dat House Targaryen weer aan de macht komt. Dat huis is natuurlijk helemaal uit elkaar geslagen, maar er zijn stiekem altijd weer wat mensen die zeggen, wij willen graag die macht terug bij dat huis. Dus aan het begin van het spel worden de loyaliteitsfiches geplaatst en die staan voor verborgen volgelingen van Targaryen. De loyaliteitsfiches komen in het spel middels de niveau 4 Westeros kaarten. Je doet wat er op die Westeros kaarten staat, maar er staat dus ook een gebied op aangewezen waar je een loyaliteitsfiche plaatst. En soms staat er nog een andere mogelijkheid voor Targaryen om extra loyaliteitsfiches op het speelbord te plaatsen. Die fiches op zich hebben geen direct effect op andere huizen. En er kunnen er ook meerdere in hetzelfde gebied liggen. En telkens wanneer House Targaryen een gebied onder controle krijgt met daarin loyaliteitsfiches, dan pakken ze die op. En dat is de manier waarop zij over het overwinningspuntenspoor bewegen, waar de anderen natuurlijk gewoon bepaalde locaties en gebieden vasthouden om over het overwinningspoor te bewegen. Moeten zij dat doen met loyaliteitsfiches? Het voordeel is dat ze daar alleen maar speciale gebieden voor hebben en je kunt die loyaliteitsfiches niet afpakken, want als ze het eenmaal naar binnen hebben gehaald, ja, dan is het gewoon een punt. En of die gebieden nou weer verloren gaan of niet, ze hebben dat punt al binnen. Het nadeel is, ze moeten wat specifieker naar bepaalde gebieden en je kunt zien waar ze naartoe gaan. Dus dat is wat House Targaryen doet. Het geeft echt wat meer mogelijkheden, maar ook een hele andere manier van spelen. Dan zie je hier bovenaan, als ik hem een beetje verplaats, de Iron Bank. Elke speler krijgt in deze variant drie zogenaamde zeebevelfiches. Het werkt op dezelfde manier als de standaardbevelfiches, alleen kunnen ze alleen maar worden uitgevoerd in zeegebieden. En daaronder zit het Iron Bank bevelfiche. Het Iron Bank bevelfiche is een zeebevel dat je een lening laat afsluiten bij de Iron Bank tijdens het uitvoeren van de ordehandhavingsbevelen. Kan een speler ervoor kiezen om zo'n bevel uit te voeren. En dan ga je naar de Iron Bank. Daar liggen dit soort kaartjes open. En die schuiven gewoon steeds door. En die geven jou best wel enthousiaste bonussen. Het aantal machtsfiches wat je ervoor moet betalen staat erboven. Dus hoe langer je wacht, hoe goedkoper het wordt. En als je zo'n kaart koopt, krijg je natuurlijk de bonus die erop staat. En daarna draai je hem om. En dat is een permanente lening die je hebt afgesloten bij de Iron Bank. Dat betekent elke beurt moet je aan het einde van je beurt een machtsfiche betalen. En deze betaling moet je doen aan het begin van de Westeros fase. Kun je niet betalen, dan gaat de speler die nummer 1 staat op het
Valyrian Steel Bladespoor, dus het zwaardspoor. Die gaat voor elke machtsvisie wat je niet kan betalen, één van jouw eenheden vernietigen. Mocht het de nummer 1 zelf zijn die je niet kan betalen, gaat de nummer 2 eenheden van die speler vernietigen. Dus het zijn hele sterke leningen, heel aantrekkelijk. Alleen als je de rente niet betaalt, dan wordt dat ook heel kostbaar. En het derde element wat je gaat toevoegen aan het spel, en wat mij betreft ook een fantastische toevoeging is, zijn de vazallen. Als je het spel met minder dan 8 spelers speelt, dan ga je voor de ontbrekende huizen vazallen in het spel zetten. Dus dat zijn in principe dummy spelers, maar die kunnen wij ook beïnvloeden en daar kunnen we zelfs mee gaan spelen. En die geven gewoon de balans een beetje terug als je met minder zit. Die zijn er voor alle 7 de huizen, behalve Targaryen. Targaryen zal nooit door een vazal gespeeld worden. En die verschillende huizen, die geven gewoon een startomstelling met de strijdkrachten die zij hebben. En die vazallen, dat zijn dus huizen die gebruikt kunnen worden door een ander huis als metgezel. Aan het begin van elke planningsfase worden de markeerfiches van de vazallen die meedoen, is afhankelijk van hoeveel je er hebt, die worden naast de Iron Throne gelegd. En de spelers met de hoogste posities op de Iron Throne, die krijgen zo'n setje van 4 fiches om zo'n vazal te controleren. Dus als er 2 vazallen in het spel zijn, dat betekent het dat de hoogste 2, laten we zeggen dat die 2 spelers, die krijgen zo'n setje. In beurtvolgorde wordt er door de spelers die daadwerkelijk vazalfiches hebben een huis gekozen om aan te voeren. Daarna, na de planningsfase, mag elke speler die een vazal beveelt, 2 van die bevelfiches van zo'n vazal gaan plaatsen op de gebruikelijke manier. Zoals je dat ook gewoon bij jezelf zou doen. Vazallen voeren hun bevelen precies op dezelfde manier uit als de gewone huizen. De beurtvolgorde bepaalt door de Iron Throne. Enige beperkingen zijn, je mag niet de Messenger Raven gebruiken om de bevelfiches van een vazal te wisselen. Vazallen gaan ook niet over gebieden heen van de het huis wat de vazal controleert. En ze gaan ook niet naar havens. En het kan voorkomen dat 1 speler meerdere vazallen beheert. Dan gaan die ook niet over de huizen van of de gebieden van die andere vazal heen. Dat wordt gezien als een alliance, dus die gaan elkaar niet lastig vallen. En daarnaast gebruiken de vazallen niet de eigen huiskaarten zoals de andere huizen dat doen, maar zij gebruiken de stapel vazallenkaarten. Als je aanvalt met een vazal, schud je deze stapel, je trekt er 3, daar kies je er 1 van, daar staan allemaal bekende figuren op. Die kies je om te spelen, de rest hou je nog eventjes in je hand voor eventuele speciale eigenschappen die erop staan. En nadat het gevecht klaar is, worden sowieso alle vazalkaarten weer door elkaar geschud voor het volgende gevecht. Dus het is altijd een stapel van 7 waar je er dan 3 uit trekt en eentje van kiest. En als een vazal een gevecht wint, krijgt het de bevelhebber, het huis wat hem controleert, 1 machtsfiche van dat huis. En dat kun je dus later weer gaan gebruiken om jouw vazallen op de verschillende sporen omhoog te doen. Verder, zoals de vazallen niet het gebied van de bevelhebber binnen kunnen vallen, kan de bevelhebber de gebieden van zijn vazal of vazallen niet binnentreden. Vazallen zelf kunnen het spel niet winnen of verliezen. En vazallen zelf zullen geen machtsfiches verzamelen of kunnen inzetten. Dat wordt altijd gedaan door de spelers die het spel daadwerkelijk spelen. Maar dat is een mooie manier om de balans recht te trekken als het spel met minder dan 6 in het basisspel of 8 met de uitbreiding gespeeld wordt. Want je kunt dit ook prima spelen zonder de uitbreiding. Dan haal je dit huis er gewoon uit en heb je gewoon de standaard 6 huizen van het basisspel. Verder zijn er nog een aantal kleine regels. Sommige acties laten verbeteren of laten bepaalde gebieden achteruit gaan doordat bepaalde symbolen erin komen of juist weer weggaan. En er is een mogelijkheid om machtsfiches cadeau te geven aan elkaar. Daarvoor leg jij gewoon x aantal machtsfiches terug in je algemene voorraad en die andere speler krijgt ze in zijn of haar eigen voorraad. Dat is wat deze uitbreiding ons te bieden heeft. En dan komen we bij de vraag, is het de moeite waard om Mother of Dragons toe te voegen aan het basisspel Game of Thrones 2nd Edition? Als je houdt van Game of Thrones 2nd Edition, ja, volmondig ja. Je krijgt 2 nieuwe huizen waardoor je het met meer mensen kan spelen, waarbij Huis Targaryen weer op een hele andere manier
wordt gespeeld. Erg leuk, erg uitdagend. In het begin is House Targaryen erg zwak. Maar naarmate je het meer en meer tijd geeft, zul je merken dat ze een aantal leuke verrassingen in petto hebben. En ja, dat is ontzettend tof om te ervaren. Verder is het systeem van de vazallen heel sterk. Als je met minder speelt dan het maximum aantal spelers, is dit een veel soepelere en veel natuurlijkere manier om die lege gebieden die niet door spelers gecontroleerd worden, te gaan gebruiken. En je merkt, doordat dit soort kleine dingen zijn toegevoegd, de Iron Throne en het Valyrian Steel Blade sterker worden, dat het belangrijker wordt om op die sporen hoog te komen. En dat is ook nog weer een tof mechanisme. Verder krijg je natuurlijk nieuwe kaarten die je gaat toevoegen aan de tijdperken. Je krijgt een nieuw speelbord. De bank, de Iron Bank, vind ik ook een simpel, maar toch erg vermakelijk mechanisme. Je krijgt heerlijk aantrekkelijke aanbiedingen. Je moet soms een beetje durven te riskeren van ik laat hem wat langer liggen, zodat je minder fiches hoeft te betalen. Maar daarna zit daar die eeuwige rente aan. Die krijg je ook gewoon niet weg. Als je zo'n lening van de Iron Bank neemt, moet je betalen. En als je dat niet kan, dan kost het je simpelweg troepen. En dat kan vrij genadeloos zijn. Zeker omdat andere spelers mogen kiezen welke troepen het bord afgeschoten worden. Dus dat is ook weer een tof mechanisme. En zo zitten er nog een paar kleine andere regeltjes en toevoegingen bij deze uitbreiding die je kan implementeren of die je gaat implementeren in het spel. En ze maken het basisspel gewoon een heel stuk sterker, uitdagender en gaver om te spelen. Je kunt echt merken dat hier heel veel tijd en energie ingegaan is, maar dat er ook heel erg goed geluisterd is naar de fans, de liefhebbers van het spel. Ja, en dat is natuurlijk altijd mooi om terug te zien. Dat horen we en zien we graag. Het enige nadeel wat ik heb is, het is een monster van een spel geworden. Jullie kennen vast wel Twilight Imperium. Dat is ook zo'n spel waar je 6 tot 8 uur mee bezig bent. En ga ervan uit, als je dit met 7, 8 man speelt, ben je 6 tot 8 uur aan het spelen. Nou is gewoon Game of Thrones is ook al 4 tot 5 uur. Het is gewoon een spel wat veel tijd vergt. Omdat er heel veel redelijk makkelijke mechanismes in zitten. Maar al die mechanismes zelf, er zit heel veel strategie achter. Wat ga ik doen met mijn machtsfiches? Waar ga ik mijn legers positioneren? Wanneer val ik aan? Met wie ga ik een verbond sluiten? Wat doe ik wanneer? Heel veel opties. En als je dat met veel spelers doet, ja, dan ben je daar gewoon een tijdje mee zoet. Dus hou je van Game of Thrones? Vind je dat een tof spel? Dan ga je deze uitbreiding waanzinnig vinden. Vind je Game of Thrones een leuk spel, maar duurt het je te lang? Dan gaat deze uitbreiding daar niet bij helpen, want deze maakt het in principe door de toevoeging van extra spelers en meer mogelijkheden alleen maar langer. Dus dat is een beetje waar het voor jullie op zal breken en waar het voor mij ook voor breekt. Ik vind het basisspel geweldig, maar het is een pittige jongen en daardoor komt het niet zo vaak op tafel. Met deze uitbreiding wordt het absoluut een beter spel, maar duurt het nog langer en is de kans dat ik het gewoon weer vaak op tafel krijg niet zo groot, omdat ja, wanneer heb ik nu gewoon even 8 uurtjes liggen om een spelletje te spelen en de bijbehorende groep mensen die daar even enthousiast van worden. Dus dat is een beetje een lastige afweging. Maar de uitbreiding SEC bekeken is gewoon wat een uitbreiding moet doen. Het voegt leuke, nieuwe, uitdagende elementen toe aan het basisspel. Het is even tof vormgegeven. Het geeft je veel mogelijkheden om het basisspel weer op een nieuwe manier te spelen. Het maakt het grootser, het maakt het indrukwekkender. Maar het maakt het ook weer een stukje langer. Dus vanuit die optiek is dit absoluut een aanrader en een must-have voor de liefhebbers. Dus dat zou een 8 zijn. Maar ik persoonlijk vind 8 uur, ja, ik kom daar gewoon simpelweg amper nog aan om zo lang een bordspel te spelen. En dat is waarom ik het slechts een 7 geef. Spellenzolder.